Iedere 3 seconden sterft een kind een zinloze dood als gevolg van extreme armoede. Iemands dochter. Iemands zoon. En het ergste is, al die doden kunnen vermeden worden. Een hele goede middag allemaal en welkom bij het Millennium Moment van Studio TVL. Elke maandag staan we het eerste half uurtje van Studio TVL stil bij de Millennium Doelstellingen. Dat zijn 8 doelstellingen die in 2000 door heel wat landen werden ondertekend om een betere wereld te creëren. Laten we even kijken waar het over gaat. In 2015 moeten honger en armoede in de wereld gehalveerd zijn. In 2015 gaan alle kinderen naar school. In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten. In 2015 is de kindersterfte fors gedaald. In 2015 is de gezondheid van moeders flink verbeterd. In 2015 is de verspreiding van HIV, AIDS, malaria en andere ziektes gestopt. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam milieu. In 2015 werken rijke landen en ontwikkelingslanden meer samen. Dit zijn dus de 8 millennium doelstellingen die gehaald moeten worden tegen 2015. Wij richten elke week onze ogen op een ander land in het zuiden die met die problemen te maken hebben en waar mensen voor oplossingen zoeken. En vandaag neem ik jullie mee naar Mali. Parce que mon homme nous bien non bon demi nous nous bon c'est ça bon coup que l'aller nous beau boulot donc ni comme il y a pas un gourmand qui l'a dit ça là quoi il y a bon ni c'est bien pas un fermier boulot ni même c'est qu'à donner car là à quoi demain quoi nana ou de comment une qui une barrage. Ja, heel wat waterproblemen daar in Mali. Toch mag ik beginnen met goed nieuws. Want het zevende doel, dat doel rond water, is behaald. Dat wil zeggen dat het aantal mensen dat geen drinkbaar of proper water heeft om zich te wassen, al gehalveerd is. Maar toch blijven er natuurlijk heel wat problemen in de wereld. De aarde warmt op. Eilanden verdrinken, woestijnen nemen in omvang toe. Onze manier van leven zet de natuur zwaar onder druk. Het zevende millenniumdoel belooft een degelijk milieubeleid in elk land en op wereldvlak. Belooft toegang tot drinkbaar water, meer bossen en minder CO2-uitstoot. Ja, en hoewel dit millenniumdoel behaald is, moet er natuurlijk nog hard gewerkt worden om nog een heleboel mensen te voorzien van proper water. Niet alleen om te drinken, maar ook voor sanitaire behoeften. Bij ons zit Mark de Spiegelaar, is coördinator van de Noordwerking van de NGO Protos, die zich inzetten voor een betere watersituatie in Mali. Goedemiddag, meneer de Spiegelaar. Wat doet Protos juist? Protos is een NGO die projecten laat opzetten door lokale bevolking en lokale gemeenschappen, ook lokale autoriteiten, dus gemeentebesturen, die hen eigenlijk begeleiden in het opzetten van hun eigen waterprojecten. Ja, want er is een grote behoefte aan water. Maar inderdaad, ja, u zei daarnet in uw inleiding dat de millenniumdoelstelling 7 behaald is. Dat is maar deels natuurlijk zo. Natuurlijk. Dat is waar voor millenniumdoelstelling 7c. Drinkwater, toegang tot drinkwater. Mm-hmm. Maar ook daar moet je toch wel wat kanttekeningen bij zetten. Ja. Want bijvoorbeeld wereldwijd gaan we deze doelstelling halen. Maar Sub-Sahara-Afrika, daar lopen we zowat met het huidige ritme, gaan we de doelstelling met 100 miljoen mensen missen. Ja, dus daar moet nog hard gewerkt worden, Otto, allemaal. Het is natuurlijk heel kort bij 2015, de tijd tikt. Maar jullie zetten zich wel in voor de mensen in Mali om daar toch op een bepaalde manier aan water te komen. Op welke manier doen jullie dat? Wel, Protos werkt dus in 9 landen in ontwikkeling. Allemaal minst ontwikkelde landen, uitgenomen Ecuador. Ja. Mali is een van de armste landen, ook de minst ontwikkelde landen.
En wij doen dat in twee interventiegebieden. Dat is enerzijds de binnendelta van de Niger rond Mopti. Ja. Een gebied toch wel zo groot als België. Mm-hmm. En dan ook in enkele voorsteden van Bamako. Ja. En de manier waarop dat we dat doen is in de twee streken verschillend. En welke manieren zijn dat dan? Wel, in de streek rond Mopti is dat voornamelijk door het boren van putten. Dus het boringen met daarop een waterpomp. Of soms ook nog een bredere diameter waterput. Ja. Dan een moderne met een deksel dat kan dichtgezet worden. Ja. In de streek van, of in, liever in de voorsteden van Bamako, zijn dat eigenlijk tijdelijke publieke waterfonteinen of kiosken die aangebouwd worden op uitbreidingen van het drinkwaternet. Ja, en dan is dat ook de bedoeling dat mensen daar allemaal naartoe komen van het dorp? Ja, de bedoeling is dat de mensen in de plaats van water te scheppen uit de Niger, want dat was dan veelal het geval, dus water gaan tappen of pompen aan de putten die zuiver grondwater leveren. Ja, 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 ja. Of aan het drinkwater, de publieke fonteinen. Ja. We zien hier ook wat beelden die jullie ons bezorgd hebben. Vaak is het zo dat het allemaal goed verloopt, maar soms kan het ook een beetje hectisch eraan toegaan, hè? Wel, inderdaad, de beelden die je daar ziet is uit een van de voorsteden van Bamako, waar je zo'n publieke waterfontein hebt. En waar dat dus vrouwen, dat is meestal zo'n piekmoment 's morgens en dan ook 's avonds, soms een beetje ongeduldig zijn en niet kunnen netjes een toer afwachten. Maar toch heeft het ook voordelen voor die vrouwen dat er waterputten zijn. Maar inderdaad, op die manier hebben ze dus zuiver water dat ze kunnen gebruiken voor het ten eerste te drinken en ten tweede voor de maaltijd te bereiden. Tuurlijk. Terwijl het water dat ze vroeger gebruikten meestal niet proper is. Nee. En daardoor hebben ze ook meer tijd om andere dingen te doen, om zelfs het onderwijs in te gaan? Wel, de keer dat de toegang tot water verzekerd is, is dat een enorm verschil, voornamelijk voor jonge meisjes die in de plaats van 4 tot 5 keren water moeten gaan halen over een etelijke afstand, dan de kans krijgen om naar school te gaan en daar eigenlijk opleiding te krijgen. En ook rond water dan? Ook rond water, maar opleiding naar school gaan voor alles. En het is bewezen dat meisjes die onderwijs hebben genoten ook veel eer geneigd zijn van hun latere kinderen ook terug naar school te sturen. Tuurlijk, dat is logisch. Hè. En zijn mensen van Protos daar ter plekke of houden jullie het een beetje van op afstand in de gaten? Wij hebben een equipe van 7 mensen ter plekke. Ja. Dat is bestaande uit 1 uitgezonden West-Europeaan van hier en eigenlijk 6 lokale mensen die wij aangeworven hebben. Dus het zijn wel bijna allemaal ingenieurs, maar dus je hebt ook Malinese ingenieurs uiteraard. Tuurlijk, En op die manier krijgen die mensen ook de kans om te werken tezamen met de lokale autoriteiten en de gemeenschappen aan die waterprojecten. Ja. Wat gaat er nu nog de komende maanden, jaren gebeuren bij jullie en jullie vereniging? Wel, er is nog heel wat te doen. Dus de millenniumdoelstelling 7C is goed op weg om gehaald te worden. Mm-hmm. Maar wij werken net in die landen waar er een enorme achterstand is. Dus er is nog heel wat te doen. Plus ook, je moet je ook voorstellen dat de toegang tot de verbeterde bron, want dat is eigenlijk de norm die de Verenigde Naties handhaaft, heel ver verwijderd is van wat wij hier gewoon zijn. Dus als je de toestand of de situatie hebt dat je hier in elk gebouw, in elk lokaal een kraantje hebt, daar zijn we nog zeer ver van verwijderd. Eigenlijk 3 miljard mensen hebben die oplossing nog steeds niet. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk in deze tijd. En jullie werken daar dus hard aan. Daar proberen we steentje aan bij te dragen. Goed, Mark, fijn dat je de uitleg bent komen geven over Protos. Blijf er gerust bij zitten, want zometeen halen we er nog iemand anders bij. Maar natuurlijk hebben die drank- en waterproblemen ook wat te maken met de kinderziektes. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Elk jaar sterven vrouwen tijdens hun zwangerschap, de bevalling of vlak erna. Vaak is er in mijlen geen dokter te bespeuren. Veilig bevallen blijft een privilege voor de rijken. Het 5e millenniumdoel wil voor alle moeders een gezonde zwangerschap, zonder angst op een slechte afloop.